Ja, we gaan iets nieuws doen bij de NOS. We gaan een kijkje nemen achter de schermen van de Formule 1. En we nemen jou natuurlijk mee. We gaan naar Albert Park in Melbourne, in Australië. Lange zit. We zijn gelijk begonnen, joh. Hallo. Daar zit hij hoor. De enige echte. We hebben alleen één probleem. We hadden voor Louis, zoals je net hoorde, een leuke jingle bedacht. Maar het probleem is, hij is er niet mee eens. We gaan even een andere zoeken. Louis Armstrong? What a wonderful world. Is wat gevoeliger, dat is vast beter bij me. Ja, vind je? Zullen we het gewoon hier even over eens zijn? Wat beter hè, dan modern talking. Ja, dan ken dat hele deuntje niet, joh. Ik ken hem niet. Dat is toch beter zo? Ja, je dekt het de ellende dek je af. We zijn er. Melbourne. Come on, step in, do it, feel it. Oh. Daan die wilde even heel snel wegrijden. Even stoer doen. Van ik heb het allemaal onder controle. Maar het stuur zit hier aan de verkeerde kant. Hè? Zit het gaspedaal wel aan de goede kant, Daan? Links. Rechts schaak. Welkom Down Under. Regen, dat wel. Het is woensdag en dan zou je denken, dat is mooi op tijd, want het begint pas vrijdag, ja dat klopt. En toch is er al van alles te doen. Vandaag twee dingen op het programma en voor het eerste gaan we daar naartoe, het noorden van Melbourne. Schrijf weer aan. Zo, die best. Heb jij je full wets te doen? Ja, full wets. Met de goede regens. Good morning! Jazeker! Doei! Gaan we doen vandaag? Ik weet niet, we gingen toch iets met croissantjes en engineering doen? Ja, en hier achter mij daar, staat een lange rij. En dat is de croissanterie van Kate Reed, een Australische. En die Kate Reed, daar is iets bijzonders mee. Dat was vroeger namelijk een engineer voor McLaren en Williams. En nu zit ze in de croissants. It was firstly a dream come true, something that I'd wished for my whole life. Felt very supported and welcomed by the guys in the office. I was just one of the engineers. I wasn't a girl working as an engineer. And now we're here in a croissant bakery. Yeah, now we're in a croissant bakery. How come is that? Well, I think the way that I would find joy in those long days at work, I'd go home and I'd bake. Most bakeries will follow the standard classic French croissant recipe. But when I came back to Australia, all as an engineer, all I saw was an opportunity to break it down into these dozens of processes and look at how each one could be done better. If Max calls you and he asks you, come work for me, is there a possibility? I can be on a plane in 5 minutes. Zo bang dat je weer alleen jezelf in beeld ging zetten. Nee. Ik ga mijn tanden er niet in zetten hoor. Luister, welke croissant heb jij gekozen? Die zonder blauwe kaas. Die. Oké, dat is deze. En wij nemen wel met. Is dat ja, oké? Ik loop wel terug. Oké, ja, prima. Nou, voor deel 2 van vandaag. Hier achter mij, daar is een gebouwtje. En daar is ook Valtteri Bottas. En die presenteert vandaag iets bijzonders. Namelijk gin. Zijn eigen gin. Wisten ze dat je kwam? Dit is gewoon cola, toch? Uh-huh. Ja. Wat,
back in Holland, we associate the Finnish with vodka. So why gin? I feel like gin is better. There's a bit more flavor to it, and you can play a bit more with the flavors. And I've been collecting gin for a long time, so that's one reason. Yeah. Yeah. Okay, but Holland is a beer drinking country, so you have to persuade them. So please go ahead. It's your chance. No. I still like beer as well. Really? Yeah. I like everything, but the most I like is gin. Yeah. About the mullet. I just heard you telling a strange story about speed and pace and everything. Can you repeat it again? I was kind of joking, kind of not, but I think there's a little bit of lap time within the mullet, maybe one or two tenths better. Thank you so much. Thank you. Thank you. Morning. Dag twee. Is iedereen er klaar voor? Zeker. Ga nu weer hoor. Nee, dat is eruit en zit er niet ook aan de andere kant. Louis, we komen eraan hoor. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan we doen vandaag? Man. Circuit. Sta je wel eens uit? We gaan kletsen met Niek, hopelijk. Met Max. We kletsen met iedereen. Veel mensen hebben dat niet door. Dat is logisch, want Formule 1 zie je vooral in het weekend. Maar donderdag is voor ons de belangrijkste. En dan spreek je iedereen. En op donderdag moeten ze, of ze nou leuk vinden of niet. Dus dit is een belangrijke dag. Ja. Welcome to Albert Park. Daar gaan we hoor. Caught a vibe off the jump now. No boss, no job. Now I do what I want now. Staying past sundown. Up in the clouds. Gierende motoren op de achtergrond. Maar we zijn er nog niet helemaal. Het is nog 600 meter lopen. Drive with the top down, ride with me downtown. Highway westbound. Stay looking fresh, just hopped on a jet out. Feel like the best now. Have to confess, not trying to. Wat er ook bij hoort. Heel veel wachten. Hey Max. Ja, ze konden wel zien dat er natuurlijk een virus was en die was toch net wat agressiever dan gedacht. Ja. En hoe voel je je nu? Ik voel me nu goed. Ja. Voor de rest brengen wij wat updates, dus wij hopen dat we dit weekend een paar stapjes kunnen maken. Zijn we hier in Australië? Ja, die heb je nog niet, hè? Nee, we hebben natuurlijk 2 jaar niet hier kunnen rijden, afgelopen jaar dan wel. Maar ja, we zijn eigenlijk nooit echt competitief geweest in Australië. Al het begin van het jaar en de afgelopen jaren waren we eigenlijk nooit echt top in de eerste paar wedstrijden. Dus hopelijk natuurlijk met de auto die we nu hebben dat we dat kunnen veranderen. We staan natuurlijk niet waar we willen staan. We hoopten om iets competitiever in het middenveld te zijn en sterker voor punten te kunnen vechten. Maar dat is nog niet zo gebleken. En we hopen natuurlijk gedurende het seizoen wel die progressie te kunnen maken. Duurde nog altijd heel goed. Ik bedoel, hij blijft zijn motivatie behouden en ik denk dat iedereen dat kan zien op de baan nu ook. I think it was a surprise for everybody and we had some confidence that the car could be good, but until you put on track and you confirm it, you have some doubts. And I think all in all, it was a better performance than expected for us and we are enjoying that. Yeah. Bottas is niet thuis. Zullen we het toch maar proberen? Altijd. We doen de self-service. Oké. Wat wil jij hebben, Matthijs? Ik ook genoeg. Café. Muidencafé. Oefening. Paar koffie. Ja, nu gaat het helemaal mis. Kijk, nee. Kijk. Hij staat er niet onder. Wat doe je nu? Een crash. Hij staat er niet onder. Dat is een DNF. Moeten we nog een cijfer geven? Nou, dat gaan we nu doen. Proost. Ja. Het smaakt helemaal niet als cappuccino, joh. Ik denk dat de melk op is. Heel water. Voor een espressootje te veel water. Ja, weet je, we moeten dit jaar nog door met Valtteri. Dus ik geef een 6 voor de vorm. Ik ga voor een... nu voor een 5, maar ik pak een 2e. Want het was een half pak. Je kopje is nog steeds vies. Ik ga voor een 6. Thank you.
So Daniel, how's life? Life is good. Life is good, Matthijs. Yeah, yeah. We all know you're tremendously popular in Holland. Will you be in Zandvoort? Probably yes, right? We will see. That's one at the moment. So I'm scheduled to do about 8 races for now. But I do like it. Amsterdam is a cool city as well, so we'll see. Okay. We'll see. Okay. I don't have a definitive answer yet on that one. Thanks so much. I forgot to bring your straw bubbles. I'm sorry. Oh, come on, man. Yeah, next time. Come on. Het was een hele leuke, waar we heel lang hebben gedacht, dit wordt echt spannend. Tot Verstappen natuurlijk één keer echt een hele goede ronde neerzet en het hele veld er bijna een halve seconde zet. Mercedes op 2 en 3, die zijn helemaal verbaasd dat ze in de buurt van Verstappen zijn. Ja, dan kun je alleen maar constateren dat Verstappen zijn grootste rivaal of concurrent of teamgenoot, hoe je hem ook wil noemen, alweer een knock-out heeft uitgedeeld. En ja, Perez, we gingen meteen af, voelde zich niet lekker. Wordt het morgen een optocht? Nou, ik denk dat bocht 1 op zijn minst heel leuk wordt met beide Mercedes. Die denken dus de enige kans om Verstappen te pakken. Vergeet achter Russell en Hamilton die veteraan van 41 niet. Want die willen ook. Alonso. Ja. Dat was hem. NOS Track 1. Ja, doen we er nog een tweede of niet? Of zijn we nou wel klaar? Monaco, stel ik voor. Dat is wel een mooie plek voor een track. Zie je dan? Ja. Zie je daar.